Ik heb namelijk voorlopig beduidend... Om klokslag 12 uur smiddags dan staat Stanikrets de pers te woord. Als ze poester het namelijk ware verhaal, moet het sprookje dat iedereen kent in een ander daglicht plaatsen. We gaan de realiteit of de gruwel van het sprookje niet uit de weg. Ik zal het zo zeggen. We proberen het te veel aan suiker dat soms in die sprookjes wordt geladen, er terug af te schrapen en een beetje terug naar de essentie te gaan. Wat tegenwind. Musical van Vlaanderen kreeg van de Vlaamse overheid 850.000 euro subsidies voor de productie. En binnen de culturele sector werd daar scherp op gereageerd. Het is niet veel geld in de wereld van de musical. Als je een musical van dit soort van kaliber wil maken, heb je dat budget nodig. Het oorspronkelijke budget was zelfs nog een stuk hoger. Maar natuurlijk heeft men moeten downsizen, omdat precies de overheid ook moest zorgen dat ze haar middelen optimaal verdeelt. Heb je schrik dat dit de musical een beetje zal overschaduwen? Ik had daar wel een beetje schrik voor. Ik dacht van, oh god, zo, we proberen hier een heel mooi ding te maken. En nu gaat die sluier erover hangen. Maar kijk, het enige wat wij kunnen doen is een zo mooi mogelijke voorstelling maken. Dat men dat hopelijk vergeet. Op 15 december zal Assepoester het tamelijk ware verhaal in première gaan in de Stadsschouwburg. Ja.